Hey, Lisa en Michelle, ik zei toch dat het niet moeilijker om het te maken over jullie. Het is juist makkelijk. Je moet een beetje dat. Ja? Oké, komt-ie. Lisa, jij bent een hoer. En Michelle doet stoer. Maar ze kan er niks van. Ze heeft geen eens een toets van. Je kan nog steeds niks doen, want je hebt geen eens voor de schoen. Je hebt alleen een slof, maar dat is geen schoen. Een slof is wat anders. Je kan niet hier wonen, in mijn straat. Je wilt het wel, maar ik vind dat niet fijn, want anders mag ik jou helemaal niet. Ik ken jou vanaf groep 1, 2 of 3. Maar ik zie je niet. Maar ik zie je niet. Of dan ga ik naar 4. Maar dan zeg ik: ik heb geen hoedje van papier. Maar ik kan het beter. Je bent Elise. Hij lijkt net op een surprise. Ai, want dat ben je ook. Ai, met je voorhoofd. En jij dat, Michelle? Je lijkt op een Nutella. Pot. Net zoals je hoofd. Je hebt geen bekken, maar die zitten hier. Maar jullie bekken zitten hier. Maar jullie kunnen nog steeds niet doen, want jullie hebben nog geen schoen alleen. Sloffen, maar ja, dat zijn geen schoenen. Dus ik weet nog niet of jullie een olifant. Dat zijn jullie. Een olifant, dat zijn jullie. Hoorde je die plof? Wat is jullie als jullie vallen? Jullie vallen elke keer. Dus daarom ben je een leraar. Nee, dat ben je niet. Nee, dat ben je niet. Je bent dan een juf. Want je bent een meisje. Maar als ik zo doorga, ben ik een. Een boertje? Nee, dat zijn jullie. Nee, dat zijn jullie. Ik ben een stoertje. Ik ben een stoertje en ik. Dus jullie kunnen niks. Ik heb al chicks, maar die mogen jullie niet hebben. Anders hebben jullie vriendinnen en dat wil ik niet. Nee, nee. Dat wil ik niet. Nee, nee. Want als jullie pakken, dan zijn jullie er. Ik weet even niet hoe dit werkt. Maar jullie zijn nog. Maar jullie zijn er nog.